Elmo, in aanloop naar Vitesse, een goede trainingsweek gehad. Ja, denk het wel. Het is wel een lange week, want je speelt zondag en dan speel je weer op zondag. Dus het is wel een lange week. Ook een rustige week. Het is vooral fit blijven nu. Einde van het seizoen en zondag 3 punten pakken. Wat maakt zo'n week anders als die langer is dan? Het is langer. Je hebt langer om je voor te bereiden op een wedstrijd. Normaal heb je 5 dagen of zo. En persoonlijk vind ik dat wat fijner. Want dan speel je sneller en dan kan je sneller ergens naartoe leven. Nu doen een week best wel lang. Energie brengen staat in die trainingsweken centraal, hè, bij Reinier. Ja, dat klopt. En energie brengen. Het is nu vooral fit blijven. Dus daar let hij ook nu gewoon op. Het is iets minder zwaar dan natuurlijk in de eerste seizoen zelf. Dus het is vooral wel energie brengen op de juiste momenten, denk ik, ja. Spelen tegen Vitesse, een voetballende ploeg. Tegen voetballende ploegen doen we het heel goed. Ja, dat klopt. En ik hoop dat we dat zondag weer goed tegen kunnen doen. Wat is belangrijk om te brengen om Vitesse te kunnen pakken? Veel energie, veel strijd. Eigenlijk zoals we het de laatste weken doen. En dan moet het goed komen. Je hebt zelf bij Vitesse gespeeld. Je speelt de bal heel graag vooruit. Eigenlijk altijd vooruit. Heb je dat daar geleerd? Ja, ik heb er 13 jaar gevoetbald. Dus dan kan je wel zeggen dat daar de basis gelegd is, ja. Bijzonder voor jou dus om morgen tegen Vitesse te mogen spelen. Ja, het is altijd leuk om tegen jouw ploeg te spelen, denk ik. En ik heb er nog een paar mensen zitten die ik nog dagelijks spreek. Dus dat is wel leuk. En een uitverkocht huis, dat is ook wel lekker. Dat is een mooi affiche, denk ik, ja. Wel zonder de Kingside helaas. Hoe belangrijk zijn die voor jullie dit seizoen geweest, die supporters die daar staan? Die zijn heel belangrijk voor ons geweest. Die hebben ons altijd gesteund, ook in de mindere tijden. En ik denk dat de Kingside gewoon heel belangrijk is. Brengt altijd een hele goede sfeer. En op momenten dat het echt nodig is, staan ze altijd erachter. En dat geeft zeker een boost, ja. We kunnen nog 11e worden zondag. Ook 15e. Je moet gewoon winnen. Je moet gewoon winnen zondag.